gaan beginnen met ons feestje, Hemco. Oh nee, nee. Eerst een prikje en dan krijg je donut. Jawel, kom maar. Ik wist jij dat is wij zijn. Ja! Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van... Familie! Familie! Ik ga je even laten zien hoe mijn uitzicht is op dit moment. Want ja, donkere wolken, regent. Het gaat vandaag de hele dag regenen. Het blijft gewoon zo. Dus ja, toen dachten we kunnen natuurlijk de hele dag zo binnen blijven zitten en niks doen. En ja, naar buiten staren en naar de regen kijken. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon één hele dag overleven in de auto! Kan je natuurlijk nog maar wat plekjes doen. Dus we dachten, hé, waarom ook niet? Oké, jullie krijgen 5 minuten tijd om nog iets te pakken wat je heel graag mee wil nemen in de auto. De tijd gaat nu in. Go, 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 go. A few moments later. Oké, we zitten met z'n allen in de auto. En we hebben deze challenge al eens een keer eerder gedaan. Maar dat was in een andere auto. En wat was het ook weer? Nu is Mias erbij. Dat was de Volkswagen. Ja, jongens. We gaan het ons vandaag zo comfortabel mogelijk maken. Hoe zitten jullie hier achter? Lekker. Zitten jullie goed? Ja. Oké, dan ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd wat iedereen heeft meegenomen. Oké, iedereen, omdat jij de jongste bent, beginnen we bij jou. Wat heb jij meegenomen? Tablet? Ja, alleen tablet. Alleen een tablet. Alleen tablet? Iedereen komt met ons en hij heeft alleen een tablet. Oké, helemaal top. Deborah, dan ben jij, maar bij jou zie ik wel een hele mooie, aardige grote rugzak. Ja. Oh, stop trouwens. Wat betreft merch, want dit is die rugzak. En ik heb vandaag ook een hele mooie hoodie aan. En, wacht, ik ga de achterkant laten zien. Ook gelijk in de auto. Hey, achterkant laten zien. Oh, we hebben ook eindelijk een datum waarop ze te koop zijn. Dat was een webshop. En dat komt nu in beeld van lakam.nl. Dus ja, ik zou zeggen, zet het zeker even in je agenda. Want ik denk dat ze hard gaan. En ze zijn super chill. En nu is de beurt weer aan Deborah om ons te laten zien wat jij bij je hebt. Ik ben heel benieuwd dat jij hebt. Wacht even, wat is dit? Wat hoor ik? Ik hoor gerammel, hè? Wat hoor ik? Snoepjes. Wat is het? Wat heb je meegenomen? Dit. Wat is dit? Daar! Hij heeft een poppetje van. Ik wil hem laten zien. Ik wou zeggen, hij heeft een poppetje van zijn taart meegenomen. Oh, dat is ook spannend. Oké, verder. Wat heb je nog meer? Een boek om te lezen. Wow! Wat zit er nog meer? Tada! Nog een poppetje. Oh, tablet. Saran, wat heb jij allemaal meegenomen? Okay. Wat heb ik meegenomen? Ik heb crème meegenomen, want ik heb een tattoo laten zetten. Oh, die hebben we nog niet laten zien in de video. We hebben hem nog niet laten zien. Kijk, die had hij al. Hij heeft deze erbij gezet, 89. Waarom 89? Vertel het even voor degene die dat niet snappen. Ik werd geboren in een jaar 89. Oh, ik ook. Oh. En deze 3 zwaarden. Ja. Oké, heel mooi. Okay. Wat heb je nog meer mee? Pinpas. Want wie weet gaan we ergens wat eten. Ja, want we hebben, even kijken... slaapbasketjes mee voor ons tweeën. Pas op de slaap. En weet je wat ik heb meegenomen is? Jongens, we moeten beweging blijven, dus we gaan ook sporten. Kijk voor dat je de vuist krijgt. 1, 2, 3, 4, ja. Dus we gaan ook sporten. Okay, wat we ook gaan doen vandaag is... Karaoke, yeah. Heel leuk. Zing eens één keer. Even uitzichtje bekijken. Hoe is het uitzicht? We staan trouwens gewoon leuk op een parkeerplaats. En om te gaan beginnen met ons feestje, heb ik ook. Oh nee, nee, nee. Wow. Dit zie je niet eens. Allemaal oranje confetti party popper. Gewoon, oh jee, we hebben er eentje. Yay! Zo, even dicht. Oké, okay, het raampje is dicht. En de allerlaatste, belangrijkste, moet je niet vergeten, Estra. Het allerbelangrijkste in deze auto. Jullie moeten lief zijn voor mij vandaag. Ik heb niks meegenomen. Ik verwacht wel een massage. Ik verwacht lekker eten en drinken. Nee. En mochten jullie afvragen waarom? Ik heb de hotspot. Ik kan jullie op het internet drinken. Op het werk internet.
Dus zonder mama hebben jullie geen internet. Zonder mij zijn jullie vandaag nergens. En natuurlijk heb je wel wat eten meegenomen, hoop ik. Want nu ben je vergeten. Ik heb wat lekkers bij. Ik heb tweede belangrijkste van vandaag. Schone luier. Ja, ja, goed zo. Dat was vergeten. En trouwens, de regel is dat er wel natuurlijk drijven om op te plassen. Oh ja, trouwens, ook een mooie tas. Gymbag. Ondertussen, ja precies. Ook op onze beurt. En. We gaan vandaag gewoon lekker gezond beginnen met een ontbijtje. Dus even jij een beetje trek. Zo, Mimi, ben je tevreden? Lekker? Die is tevreden. Oh, hoor ik hier het Belgische woord tablet? Dan wou ik zeggen, we horen tablet hier zo, maar hebben jullie internet? Wacht, ik wil eerst een... Ja. Wat ga je doen? Ik kan het zelf een voetmassage. Ik kan zelf. Masseer de voeten. Dag geen internet, jongens. Oké, tablets weg. Heerlijk ontbijtje achter de rug. Alles hier lekker weer. Zo, die zijn... Zo. Oké, hebben jullie lekker gegeten? Ja! We hebben een leuke verrassing voor jullie. Oké, stoel is omlaag. Ik ben geswitcht van stoel met Sarah. Ik geef de camera even aan jou. Want jongens! Ja. Even wat die is. Waarom gaan we hier? Oké, dit gaat er gebeuren, jongens. Oh. We hebben achterin namelijk een... Oké, okay, Mimi, kom even eruit, kom maar. Oké, okay, de jongens zit achterin in de ballenbak. En hoe zit dat, jongens? Echt super! Oh mijn god, dit is toch echt geweldig, Sarah! Ik zou zeggen, duik erbij! Ja, Mias, die wil hier even wat af. Kijk uit voor de billetjes. Ik laat me niet. Ja! Zij wel vangen met moeite in, maar de vraag is, hoe kom jij eruit? Hoe ga ik eruit? Ja, kijk uit met je billen. Yeah, I made it! Mag ik er weer bij? Nee. Oké, jongens hebben het hele rijk voor zichzelf. Oh, maar kijk ze dan. Kijk, die ballen vliegen dan. Liggen jullie lekker? Ja. Beetje extra effectje erbij. En jongens! Zijn jullie klaar voor een ritje achter in de ballenbak? Ja. Oké, okay, let's go. Daar gaan we. Dat was wel eventjes genoeg in de ballenbak. We zijn nu eventjes een stukje aan het rijden, omdat we naar een plekje gaan die we eigenlijk wel heel graag wilden bezoeken. Want die zagen we een tijdje geleden voorbij komen. Een drive-in waar we wat lekkers gaan halen. Kit zit tot dus op tablet. Mia's ligt te slapen. En dan kunnen we zo lekker wat eten. 1 hour later. Nou, we zijn aangekomen. Hele andere soort drive-in. En ook eigenlijk de dingen die ze hier op de kaart hebben staan zijn echt... Ik heb gewoon nog niet gezien wat aan de kaart staat. Het ziet er wel echt heel goed uit. Of het goed smaakt, gaan we zo zien. Oké, we hebben onze bestelling gedaan en moesten eventjes iets verder op parkeren en wachten. En wat doe je als je wacht in de auto en je hebt een ballenbak achterin? Dan ga je natuurlijk lekker in een ballenbak. En ik wou zeggen, Mias slaapt gewoon lekker door. Oh, kijk wat is gekomen, de eerste bestelling. Het eerste gedeelte voor jullie, de donut. Maar kijk eventjes. Wat is dit? Het is wacht, jullie krijgen eerst een prikje. Okay. En dan krijg je donut. Nee. Jawel, kom maar. Dat heb ik gelezen. Nee. Kom, jawel, eerst een... Nee, dat is echt super grappig. Ik zag het, dat hoort erbij. Kijk, wacht. Wacht. Oh, die willen ze... Ja, dat is gewoon, er zit, ik denk, jam of zo in. Maar die kan je er dus overheen doen. Maar check die donut. Dubbele donut. Oh. Die is die anders. Nee, dit is ook dezelfde. Ook zo'n shot. Oké. Okay. Kijk wat er is gekomen. Ik ga eten. Oh, dat zijn mijn nachos. Dat zijn mijn nachos. Lekker. Wat hebben we nog meer? Pancakes. Dubbele. Nee, dit is niet enkele. Dubbele burger. We hebben een dubbele burger besteld. Wacht even, kijken. Waar is mijn dubbele burger? En weer wachten. We hebben ze twee keer. Ik weet niet, we gaan even kijken. Churros. Dat heb ik zo lang niet gegeten, Oké, we hebben een plaspauze en we moeten wel voor de kids
En vanuit? Dacht ik, we zitten de hele dag in de auto en als ik op plas ga ik thuis. Maar ik moet er eens uit en kijken wat ik aan heb. Dit kan echt. Dik swag jij! Nou, veel succes! Doei! Mia's is ook wakker, succes! Hoi Mimi! Kom daar! Hoi, nou is het gelukkig. Hij wil mee met jullie, heb ik gehoord. Hij wil mee. Hij mag er niet uit. Dat is niet voor hem. Nee, laat me niet alleen niet. Laat... Misschien moet hij een schone luier. Succes. Ja, doe. Heb je gepoept, Mimi? Oké, Ezra is terug. En Mimi is rustig. Hij wil gewoon bij jou op schoot. Hé, hey, wat wil jij nou? Kijk wat Ezra heeft meegenomen. Passievrucht. Wie heeft zin in passievrucht? Ik denk het. Is echt lekker. Moet je kijken, voor degenen die dit niet kennen. Het ziet er zo... Ik weet niet, het is een beetje op zo'n regenachtige dag, een beetje een soort tropisch zonnegevoel. Kijk. Heerlijk, hè? Oh, kijk, kijk, kijk. Oh. Oh. En wie wordt vrolijk van? Mimi. Oh, kijk, allemaal kleine vogeltjes zo. Mm, en dan hier ook. Hoppa. Kijk hoe die op volgt. We rijden op de rijden, weer terug huis en de snijden voor Kerker. Ik ben shy, dat is wij zijn. Dat staat Rita. Dat is dat Rita, 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 dat is dat Rita. Op je plaats. Strek je armen. Zag twee buren broodjes smeren. Oh, het was een wonder. Aan en uit, aan en uit. De lampen van de bus gaan aan en uit. Als de bus... 1 hour later. Een dagje chillen in de auto is niet compleet zonder ook eventjes een filmpje te kijken. Dus wij gaan gezellig met z'n allen een filmpje kijken. Jongens, ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Oh. Kom ik er ook nog bij? Wij gaan lekker slapen dan. Ik kom erop. Ik ga lekker een filmpje kijken. Auw! Auw! Ik zie niks! Ik zie niks, ga weg! Wij willen samen liggen. Wat gebeurt hier? Ik ben... Oh, ja, oké. Nou, we gaan gezellig liggen. Ik ga weer... Nee, dat was ik echt niet. We zitten gewoon met 4 mannen in de auto, jongens. Kom maar. Moet je beseffen wat voor een dampen. Frisse lucht. Frisse lucht. Oh, het stinkt echt. Debra, hoe dicht die eind komt? Eli dacht, ik kleep even die stoel. Ik ga ook even lekker zitten. Maar kijk hoe hij zit. Je klikt de verkeerde kant op, hè. Andere kant op. Ja, we gaan even wel echt een filmpje opzetten. Het is wel eventjes lekker relaxed in de auto. 2 hours later. Zo, we hebben een heerlijk filmpje gekeken. En kijk wat er is gebeurd. Mia zit in de ballenbak. Met Eli. Hij staat er gewoon niet. Nou, terwijl zij zich nog lekker vermaken in de ballenbak. Kijk, Mia, het begint ook een beetje los te komen nu. Wordt er aan de andere kant een spelletje klaargezet. Oh, mens, erger je toch niet? Erger je niet zo, man? Erger jij je niet? Erger niet zo. Hou op. Mens, erger je... Nee, oké, we gaan nu wel even serieus. Even lekker een potje, ouderwets. Papa is wel compleet. Hij heeft altijd één missie met het spel. Probeer een ander af te maken. Niet winnen, hij wil puur gewoon andere starten. Ja, dus... Dat wil ik zeggen. Ah, lekker voor je. 1, 2, 3, 4, 5. Gooi 6, gooi 6. Pak ik geen nieuw, ga ik jou pakken. Ja! Oké, deze jongens hebben allebei een frisse neus en zo. En Ezra, Mimi is er. Mia, er gewoon iets uit. Mia, die chillt hem hier zo hard, jongens. Echt, sinds hij er eenmaal in is geweest. Mia's. Kijk, die ook niet eens meer hangen. Mia's. Hallo, Mimi. Dat bedoel ik. De auto was wild, moet hier komen. Met een kapitein. Mimi, laat hem maar met de zeggen ze allemaal eens. Ik wil van hamburger wie dat er een auto was. Wat zijn jullie allemaal, jongens? Wie wil de auto was? Kijk hoe heel goed kijk. Wie wil de auto was? Met dat slaapmasker wil die. Oh, met de... Jongens mochten kiezen wat ga je eten. En Mia's die sprong gelijk de ballenbak uit. Omdat hij zegt wat we hadden besteld. En wat hebben we besteld? McDonald's! Ja, de jongens hebben dit gekozen. Dus eentje makkelijk. Kijk gelijk voor eten, jongen. Oeh, hij is nog heel heet. Oh, nee. Oh, hij is echt nog heel heet.
Ja? Mag ik blazen? Uh-oh. Uh-oh. Hier. Ik raak gestrest hiervan. Klein. Zo. Uh-oh. Uh-oh. Zo. Mm. 1, 2. Yummy, yummy. Nou, ieder heeft zijn plekje gevonden. Heerlijk eten zo. Inclusief Mia's. Maar ik ben echt benieuwd, hè? Nou. Zijn er meer mensen die gewoon hun frietjes zo eten? Niet één voor één, maar dan gooi je gewoon een hele bakje zo vol. Wacht, hoeveel zijn dit er? Ik denk 10 of zo. Laat zien, Okay. De helft van te en dan doe je gewoon zo. Nee, dat denk ik. Heb je de helft van de bakje saus? Waarom zou je dat doen? Hmm. Waarom zou je dat doen, Sarah? Waarom? Dat gewoon lekker een mond vol is. En zou je dit doen? Zo hele handen, Sarah. Oh, ja, als je de zoon van Sarah bent, dan wel, ja. Lukt dat? Oh my god. Nee! Oh jongens, nee! Stop hiermee! Nee, dan kijk eens! Stop! Oh nee, stop hiermee! Oh. Zoon van Seran, ophouden! Ciao Bella, ciao Bella, ciao, ciao, ciao! Dit is jouw nieuwe lievelingsliedje, Eli? Ook mijn, ja. Ook die van jou, hè? Zo, die ging goed in, of niet? Wanneer je weet dat een geslaagd dag is. Dan begint Eli te dansen. Nou, zoals jullie zien, Eli heeft gewoon echt een lievelingsliedje. Dit is jouw nieuw lievelingsliedje, Eli. Oh, 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 oh. Dansen! Woe! Hij is afgelopen, sorry. Applausje voor Eli! Debra, wat vond je van vandaag? Een hele leuke dag. Leuk om te horen. Ik vond het een leuke verrassing. Ik zeg even lekker tijd om uit te buiken. Ja. Dus dat is wel goed zo. Dan gaan wij lekker richting huis rijden. De kids op naar bed. En dat is het einde van deze dag. En ook het einde van de video. Wil je bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. Dan zien we jullie volgende keer. Doei!